Na een fantastische nieuw brand van vorig jaar is het vandaag op maandag 9 juli tijd voor de tweede productie van de kernploeg. Het is tijd voor She Loves Me in Dansmakers Amsterdam. Hij bracht me roomijs, een bakje roomijs, ben in de war. Het duizelt in mijn kop, ik denk dat ik me maar verstop op de wc. Om 7:45, nog 10:04 en het is zover. Dan zal ze me begroeten of ze maakt zich uit de voeten. Heel mijn droom spat daar dan uit elkaar. Het is klaar om 7:45. Christanne, mijn laatste première voor de vakantie was een geslaagde. Oh, dit was je laatste? Oh, wat goed, wat fijn. Ga je lekker je vakantie in, ja. Nou, ja, ik vond het fantastisch. Je hebt het fantastisch gedaan. Ik had daar ook niet echt mijn twijfels bij. Had jij twijfels bij het spelen van de rol? Nee, ja, het is altijd spannend als je weer opnieuw een rol moet gaan uitvinden. En dan heb je natuurlijk altijd wel momenten dat je denkt, ah, welke kant gaan we op en hoe gaan we het doen? Maar nee, uiteindelijk heb ik niet superveel getwijfeld en er gewoon maar in gedoken. Ik vond het fantastisch vanavond. Hoe vond je het zelf gaan? Dat is goed om te horen. Ik vond het heel erg leuk. Het publiek was laaiend enthousiast in de zaal al tijdens de voorstelling. Ik denk dat we heel fijn gespeeld hebben. Ik begon zelf een beetje zenuwachtig. Ja. Meer dan normaal, maar dat komt ook gelukkig. Dat komt omdat we eigenlijk maar 2 voorstellingen gespeeld hebben voor de première. En normaal heb je het een hele week of anderhalve week. Dus dat was extra spannend. Maar het is heel goed gegaan. Heel blij. En een vraag die ik toch altijd moet stellen. Hoe vond je het zelf gaan vanavond? Ik vond het een hele fijne avond. Ik was mega zenuwachtig. Dat ging ook helemaal niet weg tijdens de voorstelling. Maar soms is dat goed. En dat levert ook weer nieuwe dingen op. En het publiek was heel dankbaar. En iedereen was zo scherp. En was echt een goede première. Nou, derde rol dit seizoen? Ja, is dat zo? Met de marathon. Ja, precies. Ja, dat valt nog net in het seizoen ook. Hè? Ja, dan is het de derde. Ja, en weer met succes. Dankjewel. Hey, je speelt best wel een mooie rol. Je maakt ook echt wel een boog mee. Want je gaat volgens mij van de onzekere luie ezel naar de jongen die voor zichzelf opkomt. Zeker weten. En het is vooral een rol die heel grappig is, omdat die... Hij is eigenlijk de hele tijd alles al aan het regelen. Weet je, hij heeft aan het begin van de voorstelling al de brief geschreven waarin we die uiteindelijk zorgt voor het ontslag van meneer Stefan. En dus hij is eigenlijk constant bezig met alles maar regelen, zodat hij zijn eigen baan behoudt. En daar heeft hij af en toe een maagdenbladje voor nodig. En daarom kan ik het lekker opbouwen van de wat rustig lijkendere man, die later wat meer naar de agressieve en de bozige kant gaat misschien, maar dat is juist ook wel heel leuk om te spelen. Ik heb een date om 7:45. Het klinkt misschien cliché, het wordt een etentje voor 2, alsof ik eet om 7:45. De dag moet toch beginnen of het rommelt al van binnen. Heel mijn maag zit echt volledig in de krant. Oh, vandaag wordt echt één grote ramp. En was je nog ergens bang voor vanavond? Bang, nee, dat eigenlijk niet. En die mede dat we die korte tijd hebben gehad, zijn we zo gefocust met z'n allen geweest. Nee, de angst is gelukkig, die heeft gelukkig niet toegeslagen. En je speelt in een niet heel grote zaal. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Maar ik zag vanuit mijn stoel het hele publiek. Hoe was dat bij jou? Ook? Ja, wij zien het publiek ook. Maar dat is in grotere zalen ook wel natuurlijk. Je kijkt daar doorheen eigenlijk. Ja, als je een grap maakt, dan zie je het publiek. Meestal hoor je het publiek lachen. En nu zie je het publiek ook lachen. Ja, een beetje, maar toch ook niet. Okay. Als ik mezelf toelaat om te focussen op een persoon, of ik een gezicht echt ga zien, dan ga ik daarover nadenken, over die mensen. En dat moet je niet hebben. Je moet echt in het moment blijven. Is wonderen bestaan? Ja, wonderen bestaan. Zat ik er al die tijd zo naast? En ik neem aan dat jij de Broadway HD-versie ook eens hebt bekeken. Ja, heel laat pas. Want ik dacht heel lang, ik ga dat niet kijken. Toen dacht ik, ik ga toch even spieken. Ik vroeg net ook al aan jouw penvriendin, Christanne de Bruin. Heb jij de
de filmversie gezien, de Broadway HD-versie. Nou, allereerst heeft het goed gedaan, hè, Christelle? Fantastisch. Echt. Ja, ik heb de versie gezien van Broadway. Ook een waanzinnig leuke voorstelling. Met enorm decor en alles erop en eraan natuurlijk. Ja. Ja. En heb jij iets kunnen leren van jouw alter ego, jouw Amerikaanse alter ego? Die, ook fantastisch was die man. Maar wat ik van hem wel meegekregen heb, is de enorme drive en energie om die voorstelling op te houden. Dat heeft Ben ons ook meegegeven. Ja. Dat heeft de voorstelling echt nodig. Tempo, tempo, tempo. Dat is het oude stuk. Dus je moet er echt bovenop zitten. En dat heeft die man absoluut in Amerika heel sterk. En het hele team. Dus dat heb ik van hem echt wel meegenomen, ja. Ik heb dat helemaal losgelaten. Want wij gingen er toch onze eigen versie van maken. Dus ik heb dat een beetje aan de kant geschoven en proberen mijn eigen versie ervan te maken. En hoe vind je het nou om in een musical te spelen waar de repetitieproces langer is dan de run zelf? Ja, nou je dat zo zegt, dat is inderdaad waar. Maar ja, kijk, voor ons is het repetitieproces juist heel erg kort. Want normaal repeteer je 6-7 weken, nu repeteerden we er 3, 3,5. Dat is eigenlijk heel kort, dus het voelt eigenlijk als een heel kort repetitieproces. Ja, ja. En nu je zo zegt, ja, we spelen nog minder dan dat we gerepeteerd hebben. Maar dat is gewoon de charme van de kernploeg en de charme. Het is eigenlijk een soort van musical zomerkamp voor ons. Wij gaan gewoon 5 weken met elkaar in een ruimte zitten. We maken een voorstelling, die spelen we een week en dan is het klaar. Ja, dat is gewoon wat de kernploeg doet en dat maakt het juist ook heel erg leuk. En je mag mij verbeteren als ik me vergis, maar was dit nou jouw eerste hoofdrol? Ja, in de film heb ik een hoofdrol. Ja. En, 25 oktober. Ja, en Moeder, ik wil bevoen, noemde ze ook een hoofdrol. Ja, ja. Voor een eerste hoofdrol bij de kernploeg, althans, was dit dan een hele fijne volgens mij en ook een hele mooie. Een hele fijne, ja. Met een hele fijne groep. En ook dankzij Joey. Dat mag ook even gezegd worden. Ja. Ik wens jou een fijne zomer. Nog een paar fijne 7 voorstellingen, 8 voorstellingen. 6 voorstellingen, het gaat hard. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Zin in.